Dag lieve mensen, hartelijk welkom op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Jacqueline. We gaan een elementreading maken voor het element lucht, tweelingenweegschaal en waterman. Ik zal eerst een algemene energie doen voor de maand april. En dan ga ik tarotkaarten leggen voor ieder sterrenbeeld apart. Dus wacht even tot het einde, dan ontvang je nog een stukje informatie voor jouw sterrenbeeld. We gaan eens even kijken, lieve luchttekens, tweelingen, weegschaal en waterman. Wat heeft april voor jullie in petto? Mocht je dus, en dit is een algemene reading, het kan zijn dat het op jou van toepassing is, sommige stukjes, en sommige stukjes niet. Pak wat passend is en laat los wat niet resoneert. Mocht je hulp nodig hebben bij jouw stukje, met jouw blokkades, dan kan ik je ondersteunen middels een consult. YouTube reading en consult in de praktijk, of een Zoom sessie of een telefonisch consult. Goed, we gaan beginnen. Wat is de energie voor de luchttekens in de maand april? Dat is een beetje veel. Deze komt er wel uit. Protector. Beschermer. Cosmic Order. Zo, dat is de eerste. Dat zijn de eerste. Het heeft dus te maken met bescherming. Bescherming, of je beschermt jezelf, of je wordt beschermd door spirit. De tweede kaart is Cosmic Order. Dus alles gaat in een bepaalde orde, volgorde vanuit het universum. Er komen uitdagingen. Je wordt uitgedaagd om te kijken wat past bij mij, wat past niet bij mij, welke energie is van mij. Voel vooral de energie. Dat je heel veel te maken hebt met energie. Normaal ben je wel een teken dat heel veel nadenkt, luchttekens, veel zitten in hun hoofd, maar het gaat voor mij, wat ik nu voel, is dat het gaat om het voelen, om de energie, strive. Waar wil jij naartoe? Je wordt uitgedaagd door spirit om te gaan voelen, om te gaan kijken van waar bescherm ik me nog niet genoeg, welke energie kom binnen bij mij en welke heb ik nodig, heb ik niet nodig. Dus ga daar eens even mee aan de slag in de maand april. Als je daarmee aan de slag gaat, kunnen er ook grote doorbraken komen in dat proces. Als je daar al lang mee worstelt en dan niet uitkomt. En dan is het belangrijk om daarnaar te kijken om die uitdagingen aan te gaan. En te streven naar iets nieuws. De streven naar een andere energie. Werk. Het kan te maken hebben zowel met werk, echt, aards werk, maar ook met energetisch werk. Hè. De hoop. Weet ook dat als jij eraan begint, als jij een stukje aanpakt, bij Doos van Pandora, het voelt voor mij alsof je de hoop hebt op iets nieuws, voor iets nieuws. Dat kan op alle vlakken in je leven zijn. Dat kan op liefdesvlak, dat kan op werkvlak, dat kan op huisvesting of met emoties. Dat je hoopt dat jouw werk, wat jij nu aan het doen bent daarin, in dat proces, dat dat zijn vruchten afwerpt. En dat dat positief afloopt en door gaat stromen. Dus misschien ben je nog een beetje bang voor de toekomst. Misschien heb je nog het gevoel van, ja, daar moet ik nog iets mee. Ik durf daar nog niet naartoe. Kijk even waar je vastloopt. Kijk even waar je in welk stukje dat je uitgedaagd wordt. Want juist in die uitdaging zit natuurlijk een transformatie. En de kaart de dood geeft mij aan dat er inderdaad, en wat ik al net zei, er komt een hele grote verandering voor jullie aan. Dat je dus nu bepaalde stukken los mag laten. Misschien voelt het voor mij te maken met werk en vooral emoties. Innerlijk kindwerk, Dark Night of the Soul werk, Sacred Union, de union in jezelf, maar ook de union in het tweelingzielenstuk. Als je in het tweelingzielenstuk daar moeite mee hebt, dat iets niet stroomt en dat je uitgedaagd wordt om echt te gaan kijken van, gaat dat wel goed komen? Dat je daar te veel over nadenkt, te veel over piekert. En dan word je dus nu gevraagd door spirit van, laat het los. Heb op, hoop op iets positiefs. Als je dan kijkt, de doos van Pandora, ze houdt aan de hartchakra.
Maar ze is ook bang om ze te openen. Bang voor de toekomst. Bang voor een ja, het voelt alsof er nog een stukje zit wat je nog mag loslaten. Dat je echt met die dingen die moeilijk zijn aan de slag mag. We gaan eens even verder kijken. Wat is er nog meer aan de hand? Wat mag je zien? Wat mogen jullie zien? Luchttekens, wat mogen jullie zien in de maand april? Wat mag er dan naar voren komen? Ja, ik zei het net al, een nieuw begin. Dus er komt een nieuw begin op alle vlakken van je leven. Alleen mag het zo zijn dat je daar niet meer bang voor bent. Niet meer bang zijn voor de toekomst. En dat je je rust ook mag pakken. Dat je het ook mag laten stromen. En niet te veel overpiekeren. Niet te veel in je hoofd zitten. Van hoe gaat dat stromen? Hoe gaat dat vooruit? Want dat houdt het tegen. Dat blokkeert het. Laat het gewoon stromen. Zoals het stromen mag. Focus je op jezelf. Weg moeten die. Nou, dat is duidelijk. Het ging snel. Wat mag er nog? Oké, dank je. Nou, wat mag er gezien worden? Athena, wise decision. Dus je gaat wel een keuze maken. Want je wordt uitgedaagd, hè. Die keuzes ga je krijgen in april. Dus het kan best zijn dat er heel veel wijze beslissingen gemaakt worden. Als je even je energie eruit het proces haalt waarin je bezig bent. Of uit de moeilijke stukken. Dat je even de rust pakt en het laat stromen. Daardoor krijg je meer inzichten. Krijg je meer inzicht hoe je verder mag. En hier krijg je de kaart There is always enough. Dus dat, wat ik net al zei, dat je bang bent dat het niet goed gaat, dat het niet gaat stromen, dat er geen veranderingen komen. Spirit geeft je nu aan, er is altijd genoeg voor iedereen. Ook voor jou. En ook die doos van Pandora hoeft niet het negatieve te zijn, wat er dadelijk gaat stromen, maar het positieve. Als je er maar in gelooft. Ja? Dan gaan we verder. Kaart Perception. Je mag het dus van een andere, vanuit een ander oogpunt bekijken. Misschien heb je het altijd vanuit een negatief, moeizaam, wantrouwend oogpunt bekeken wat er gaat komen. En wat je dus nu gevraagd wordt, kijk eens op een andere manier, de messenger. Je krijgt dus een bericht van spirit. Bekijk het van de andere kant. Het kan ook gewoon hartstikke goed gaan. Het hoeft niet negatief te gaan. Het kan nu ook eens positief. Ik ga hem maar weg doen. Wat is er dan nog meer te zien? Okay. Nou, dat mogen duidelijk zijn. Dat ga ik snel even plek maken van mijn kaarten. Nou, welke kwamen er nog meer? Little children. Dus het kan te maken hebben met kleine stapjes. Maar ook, het heeft ook te maken misschien nog met een innerlijk kindstuk. Ga daar eens naar kijken. Waar had jij, toen je klein was, was je bang voor? Was je bang voor de toekomst? Was je bang voor iets nieuws? Vond je dat eng? Vond je het eng om in je kracht te staan? Vond je het eng om gezien te worden? Daar liggen, bij sommigen van jullie liggen daar nog een paar pijnpuntjes waarnaar gekeken mag worden. Sacred sexuality, dus dat je jezelf mag gaan zien. Dat je ook de ander toe... je open mag stellen voor de ander. En heeft ook te maken met het sacraal chakra, met het tweede chakra. En in het tweede chakra zitten vaak emoties opgeslagen vanuit een vorig leven. Dus als je daar moeite mee hebt, of je hebt moeite met seksualiteit, of je hebt moeite met jezelf te laten zien in deze energie, dan kan het zijn dat daar nog oude stukken vanuit een vorig leven zitten. Probeer daar eens naar te kijken en dat doe je als volgt gewoon kijken van wat voel ik, waar komt dat vandaan. Als dat niet van dit leven is, dan kan het dus van een vorig leven zijn. Vraag spirit om hulp. En dan word je dus nu in uitgedaagd om alles, misschien heb je je altijd beschermd tegen de invloed van buitenaf. Misschien heb je je altijd beschermd voor andere mensen, tegen andere mensen. Dat je die mensen niet dichterbij wilde laten, dat kan. Want dat je jezelf te veel beschermde, waardoor je niet open stond. Ook niet voor het positieve.
waar je bang door werd. En dat mag gezien worden, daar mag je aan werken. We gaan eens even kijken naar de tweeling. Nee, dus het is de energie. Moment. Die moet ik. Jawel, die moet ik wel hebben. De energie. Wat is de energie? Mag ik zien hier? Stellar Gateway Chakra. Het is het chakra boven je hoofd. Ja. En daar mag je mee connecten. Je mag connecten met een andere visie. Inzichten van spirit mag je ontvangen om dit hier op te lossen. Perception, de messenger. Dan worden jouw berichten gestuurd om bepaalde stukken te helen van jouzelf. En die hebben dus te maken met het tweede chakra. Het voelt voor mij dat daar nog iets gezien mag worden. Cosmic knowledge. En hier hebben we cosmic order. Dus de wijsheid van het universum en de orde vanuit het universum gaat nu wel stromen voor jou in april. Dus er gaat heel veel getransformeerd en getransmuteerd worden, hoor ik ook. En geëlimineerd. Alles wat niet meer bij je past, gaat weg. Lost zich op. Het basischakra geeft ook aan, als dat tweede chakra niet goed stroomt, dat daar nog blokkades in zitten, kun je ook niet aarden. Soulstar chakra, dat is het zielenster chakra. En dat zit ook boven je hoofd. Dus heel veel inzichten ga je dus nu krijgen om te aarden. En als je kunt aarden, dan zijn die onderste drie chakras in balans. En daar mag je naartoe. Dus het innerlijke kind stukken. Het innerlijke kind zit eigenlijk meer de energie van het innerlijke kind in het eerste, tweede, derde chakra. Dus ook in dat sacrale chakra. En het kan dus zijn dat daar vanuit een vorig leven of vanuit dit leven, vanuit je jeugd of voordat je... het voelt bij sommigen ook dat er nog iets is in de baarmoeder gebeurd. Dat je moeder misschien heel erg angstig of verdrietig was of bang voor het nieuwe, dat soort dingen. En dat kan zijn dat je dat als babytje, als embryo hebt opgepikt. Want alles is energie. Dus probeer daar eens naar te kijken van hoe was dat voor je moeder om zwanger te zijn. Hoe was dat voor jou als klein kind om op te groeien in een wereld waar je misschien niet begrepen werd. Kijk daar eens naar en heb compassie met jezelf. Heb compassie met de andere mensen. Want iedereen doet dat op dat moment met de wijsheid, de inzichten die hij of zij heeft. Wat mag ik nog meer zien? Live in this world as a dreamer. Create a future paradise. Dus het gaat om de toekomst. Ik heb het gevoel dat velen van jullie toch moeite hebben met het stukje toekomst. Te durven toe te laten. Toe te laten, bang dat er dingen verkeerd stromen, lopen. Feel the power of your blood and your ancestors. You are not alone. Dus het heeft misschien ook nog met oude stukken van familiekarma te maken. Maar je bent daar niet alleen in. Je wordt daar wel in ondersteund. Die kaart had ik volgens mij net ook in de reading van de rammen. A light-filled angel is at your side. It watches over you every day, every dark doorway. Dus je mag nu een donker stuk door. En dat kan jouw donkerste stuk tot nu toe zijn. Dat is mogelijk. Maar je wordt beschermd. Je wordt beschermd door een engel. Ik ga deze kaart erbij pakken, het voelt. A partnership for the new age. It's time to welcome it. Misschien ben je bang voor verbindingen. Misschien ben je bang voor een relatie. Onbewust. Er kan onbewust nog een bepaald proces, een stukje zitten, wat nog niet geheeld is in jouw sacraal chakra. Dat kan dus met seksualiteit te maken hebben. Als je nog bang bent om een nieuwe relatie aan te gaan. Als je bang bent, en of dat nu een liefdesrelatie is, of een vriendschaprelatie, of een werkrelatie. Als het te maken heeft met een stukje angst van hoe gaat het stromen? Gaat het dan wel goed stromen? Gaat het dan nu de juiste kant zijn? Kijk daarnaar, want daar liggen je oplossingen. We gaan even kijken naar de Twin Flames. I am enough. Let go of expectations. Je bent goed genoeg. Laat die verwachtingen los. Want daar mag je dus naartoe. Een stukje verwachtingen loslaten. En de kaart trust. Ask, listen, allow. Dus heb vertrouwen. Als jij vraagt. Als je vraagt om hulp, hoort spirit jou en gaat jou ook helpen. Maar sta dat ook toe. Hè? En vertrouw erop dat dat gebeurt. En luister dan ook wat spirit jou aangeeft. Dus als jij challenges krijgt, als jij uitdagingen krijgt, vraag jezelf eens af waar mag ik naartoe kijken? Wat mag ik hier veranderen?
karmic relationship, releasing the past. Dus het kan te maken hebben met, als je in een tweelingzielverbinding zit, of welke verbinding dan ook, als jij niet vooruit durft, laat het verleden los. Laat het oude stukken los, laat de stukken los, zodat je kunt groeien. Zodat je in je kracht kunt staan. En dat je het nieuwe kunt verwelkomen. Ja, receive the gift, Holy Grail Code. Dat is dus wel, het gaat dus hier om ontvangen. Bang zijn om te ontvangen. Bewust of onbewust, hè? Dat kan. Je kunt ook onbewust bang zijn om iets te ontvangen. Want als je daar bang voor bent, dan heeft dat meestal te maken met een stuk in dit leven of op bewust vlak, dat je je niet genoeg voelde. En dat je het gevoel had van, ja, maar het gaat toch dadelijk wel verkeerd. En daar mag iets, daar mag naar gekeken worden voor jullie. En wat hebben we hier nog meer? Fundament, het innerlijk weten, vooruitgang, de veiligheid. Jij hebt heel veel moeite met veiligheid. Dat je wil weten van tevoren als je iets nieuws ontvangt of het veilig is. Het heeft te maken met ontplooien, met innerlijk kindstukken. Het heeft te maken met zelfliefde. Dus dat is eigenlijk het stukje wat er dus nu speelt. Het masker, er is nog een stukje schaduwwerk, afwijzing. Daar ben je misschien nog bang voor. Van waar word ik nog afgewezen? En karma, voorouders, kindertijd. En vorige levens. Daar mag naar gekeken worden. Oeps. Ja, goed, die moest er nog uit. De zon. Je gaat die vrijheid ontvangen. Als je dit loslaat, dan voel je een vrijheid in jezelf. Dat kun je creëren. Dan kan er ook een nieuwe liefde op je pad komen. Dat heeft alles te maken met jouw solar plexus. En dat je vanuit die solar plexus, vanuit jouw zonnevlecht, kunt gaan creëren wat jij graag wil in het leven. En dat kan van tevoren niet, omdat je bepaalde dingen nog niet hebt afgerond. We gaan eens even kijken naar de individuele boodschappen. Hoe gaan de tweelingen hiermee om? Tweelingen, hoe gaan jullie daarmee om? Temperance, gematigdheid. Dus bij jullie komt er wel een balans. Maar jullie balanceren sowieso altijd. Is voor jullie altijd moeizaam om de balans te houden. Knight of Wands. Er komt een nieuwe energie. En vrijheid ook. En dan weer dat stukje twijfelen. Seven of Cups. Wat moet je kiezen? Kies je allerlei stukjes die niet bij jou horen? Of laat je die los? Two of Pentacles. Ja, je weet even niet welke kant het je op moet. Dus april wordt voor jou echt een uitdaging. Ik ga nog een kaart pakken, de 5. Wordt voor jou een uitdaging om echt die balans te vinden in jezelf. En Two of Swords, heel veel nadenken. Dus het wordt voor jou, tweelingen, misschien best een pittige maand. Dus hou daar even rekening mee. Als je hier doorheen bent, is dat wat anders. Maar dit is wel nog even een moeilijk stukje. De weegschaal, hoe gaan jullie hiermee om? De 2 van zwaarden, ook hetzelfde. Ook veel nadenken. De weegschalen. Denken ook heel veel na. Ja, alles moest eruit. Ik kan er niks aan doen. Ace of Swords. Want er komt een nieuw begin. En een nieuw begin in je denken. Een inzicht. Hè? Je gaat dus met inzichten werken. Seven of Swords. En je neemt bepaalde stukken mee. En sommige laat je los. Want dat bezwaart jou. Dat kun je niet dragen. En dan de Empress. Dus je komt wel in die Empress-energie. Die energie van de keizerin, dat je toch jouw stukjes kunt. Ik heb het gevoel dat de luchttekens, dat de weegschalen het wel gaan oplossen. En ook op aardsvlak, Six of Pentacles, dus er komt op aardsvlak vooruitgang. Je gaat oogsten. Dus voor de weegschalen is het een positieve maand, zoals ik het hier zie. Dus hou daaraan vast. Er komt balans in geven en nemen. En dat is ook wat de bedoeling is hiervan. We gaan even verder kijken naar de waterman. Waterman, hoe gaan jullie hiermee om? De Seven of Cups. Oh, het zijn er 2. De Seven of Cups en de Three of Wands. Dus jou wordt ook gevraagd van kies vanuit jouw intuïtie. Van waar voel jij het prettigste bij? En dan sta je op het punt om een nieuwe koers te gaan varen. Three of Wands, een nieuwe energie. Dat je het anders gaat doen. En de Three of Pentacles. Je gaat samenwerken met een ander. Je gaat samenwerken met je hogere zelf. Samenwerken met spirit. Dat kan allemaal. Ace of Cups.
Er komt een nieuwe start qua emoties voor de watermannen. En Three of Cups is eigenlijk ja, de blijheid. Je gaat samenwerken vanuit jouw emotie, vanuit jouw gevoel. En als dat dan op een tweelingzielverbinding daarmee te maken heeft, dan duidt dat daarop dat er in ieder geval tijd is om te genieten. Een tijd om feest te vieren als je dit allemaal hier opruimt. En dat hoeft niet de hele maand april te duren. Dat ligt eraan hoe snel heb jij de inzichten door. Heb jij het begrepen op zielsniveau. Blokkades ruim je niet op door ernaar te kijken en te analyseren met je hoofd. Dat is ook nodig, maar het belangrijkste is nodig om het te voelen op zielsniveau. En als het gevoeld wordt op zielsniveau, dan kan het ook pas weg. En dan wens ik jullie in ieder geval heel veel succes, luchttekens. En ik wens jullie een fijne maand april. En dankjewel voor het kijken. En mocht je je nog niet geabonneerd hebben, klik dan even op het knop abonneren en op het belletje. Dankjewel en namaste.